Yo, kijkers van IMT, we hebben een nieuwe aflevering van Rocket League Sunday. We gaan eens even kijken hoe goed onze teammates zijn. Maar zo te horen is echt heel erg slecht. Ik zie mijn games even wat harder, want ik hoor nou bijna niks. Audio. De laatste update is alles een beetje geglitcht bij mij. Ook de hele UI is een beetje raar geworden. XP is anders. Andere series in planning hadden, kunnen niet meer verder gaan. Dus Rocket League Bingo. Op zoek naar een andere oplossing. Dus ook mijn audio settings zijn dus een beetje verkracht door die update. Dus ik hoop dat het nu weer beter is. Oké, daar gaan we. Ben je dat, teammate? Maak je hem nou serieus op die manier van me af? Dat is wel heel erg ernstig. Waarom heeft hij een 7 en ik raak hem meer aan? Dus ook van die hele kleine dingen waar ik echt mateloos aan zit erger op dit moment. Ik kan er ook echt mateloos aan ergeren. Of moet ik het wel zeggen. Ga jij maar eens even anders pintjes laten. Dankjewel voor het ontploffen. Wordt enorm op prijs gesteld. Oké, jongens, we moeten scoren. Oh, we dan afgenakt ook nog. Oh, lullig. Ja. Mij werd hij afgenakt. Oh, wat een vieze naaiballen. Wat een vieze naaiballen. En dat zijn je teammates. Kijk, en die van mij tikken ze er niet in, hè, mijn voorzetten. Die echt zo immens prachtig zijn. Dank je voor het ontploffen. Jezus. Wat is dat vandaag toch? Zoveel aantrekkingskracht. De verleiding zo groot om mij te laten ontploffen. Ik snap dat ik een explosief karakter heb, maar zo erg is het ook niet. Oké. Als jij die bal goed voorlegt, dan trap ik hem er even in. Dan moet ik eerst een enemy wegtrappen. Ik weet niet waar die Nick vandaan kwam. Volgens mij spawnde die daar. Dat weet ik niet zeker. Die was nasty. Oké, voor mij is de 7 ook wat aangepast. Weg ermee. Uitverdedigd in ieder geval. 20 puntjes erbij. Ik sta nog lang geen MVP, maar ik wil het liefste heb eigenlijk. Ik wil het liefst ook gewoon winnen. Wat ga ik krijgen? Alweer een schoen? Alweer een schoen zo? Bok jij even heel eind op? Teammate, het zou voor ook fijn zijn dat je hem niet die kant op tikt. Even kijken wat hij gewoon doet. Kijk, en dan mist hij hem ook nog. En teammate wil gewoon een eigen goal. Oh. Oh, dat was een bot. Wat een bot heeft serieus nog meer punten dan wat ik heb. Wat een neuk. Oeh. Hoppa. Dan. Jobs dan. Ups, die jobs dan ging een beetje mis. Ja, ik ga er nooit bij komen. En nu wat ik zeker heb weten. En waarom deden al die teammates dan niks? Al die enemies willen gewoon kijken hoe er gescoord wordt. Die hadden letterlijk diegene met die vis naar de kant kunnen tikken. Die had hem naar scheef getikt. En misschien nog een andere. Misschien een eigen goal kunnen maken. Dat had letterlijk kunnen gebeuren. Maar nee, ze deden niks. Ze stonden er gewoon maar bij te staren. Van, oh ja, hij lost hem op. Daar ga ik niet eens meer op bemoeien. Ja, maar zo. Ik moet even tijd rekken. What the fuck? Oeh. Moet kijken dan. Die teammate die ik heb, die heeft één keer gescoord. Die heeft hij nog afgenakt ook nog. Van de bot. En ik ben degene die echt alles aan het doen is. De volgorde van de match klopt niet helemaal. En tegen zijn ook met drie personen. Drie normale spelers. Ik zou best wel graag willen winnen. Want dan krijg je dikke extra XP met na de nieuwe update. Op. Dit is scoren, jongens. In die goal. En die was best wel vrij simpel om te maken. Moet je kijken. 17 seconden. Dat ik de ruimte maar krijg.
Dan tik ik hem gewoon echt zo 1, 2, 3 in. Maar heel vaak krijg je die ruimte gewoon niet. Dan hangt er een bot in de weg of die enemies hangen in de weg. Als ik de ruimte krijg, ben ik eigenlijk gewoon levensgevaarlijk in Rocket League. Nou ja, meestal. Oh, maar goed dat ik geen teleport gedaan had. Ha, zo kan je ook defenden, jongens. Niet altijd, elk item hoef je alleen maar mee te scoren. Ieder item waar je mee kunt scoren, kun je ook mee defenden. Nee, dat snappen heel veel mensen niet. Oh ja, ook handig. Hé, die teammate heeft hem een keer. Zo, dat doe je goed. Hop. Wat? Ik ga toch echt als laatste aan, hoor. En dat is geen voorzet? Oh, toch wel. Oh ja, geef me nog een keer boost. Geen wonder. Eerst kijken waar je teammates staan, in plaats van meteen boost te gaan geven. Sommige teammates zijn echt zo immens frustrerend en noob. Dat wil je gewoon niet weten. En als je een beetje een redelijk enemy team hebt. Kijk, hij scoort gewoon weer met heel veel luck. Moet je kijken dan. Het is wat men dan gewoon noemt een lucky shot. Maar ja, hij heeft wel meer punten dan wat ik heb. Dus het slaat eigenlijk helemaal nergens op. Terwijl hij in principe het meest verneukt heeft van allen, heeft hij het meeste punten. Ik moest even mijn frustratie kwijt. Mer. Die kan er op zich nog wel eens ingaan. Als hij niet gefriest werd. Dat was weer erg, heel erg jammer. Teammate. Erg dat je een keer tegen me aanrijdt. Doe het de volgende keer niet. Hoppa, die neem ik even mee. Of een enemy trek hem tussen mijn tornado uit. Mijn idee was veel leuker. Als je toch gefreest. Kun je tornado en freeze goed samenwerken? Ik heb trouwens geen flauw idee. Maar nou, dus ik heb ook de hele tijd een bot. Het joint gewoon niemand bij. Dat heeft ons ook echt wel een flinke strop gekost. Want de bots in Rocket League zijn natuurlijk nog niet echt perfect. Nou, nog steeds niet. Nou, laten we maar meteen een einde aanbreiden. Oh, wat? Dat ging heel erg soepel. Maar hoeveel XP ga ik nou eigenlijk krijgen? Laten we eens gaan kijken. Wedstrijd uitgespeeld, oké. Okay. Scoren. Plus 19. Eén volgende spel, 50. Op één volgende spel kun je heel moeilijk zeggen. Maar ik ga even deze aflevering afsluiten. Ik ga een andere lobby zoeken. Voor de volgende week. Dus vergeet niet te abonneren en tot de volgende keer. Doeg.